Welkom bij Gadero TV. In deze aflevering ga ik je het verschil laten zien tussen keramische tegels en betontegels. Want wat is nou het grote verschil tussen die twee soorten? Ze zijn allebei prima geschikt voor de tuin, maar het begint eigenlijk bij het basisproduct. Een keramische tegel wordt gemaakt van klei en wordt op hoge temperatuur gebakken. Daardoor zijn ze ontzettend kleurvast, krasvast en makkelijk schoon te houden, doordat ze weinig vocht opnemen. Een betontegel daarentegen wordt gemaakt van zand, cement, grind en een toeslagmateriaal wat uiteindelijk de kleur bepaalt. Keramische tegels zijn er in veel verschillende soorten en maten. Maar wat is nou belangrijk om te letten als je een keramische tegel uitziet? Voornamelijk de dikte. Je hebt ze in 1 cm, 2 cm, 3 cm massief en zelfs 1 plus 3. Dit is 1 cm keramiek met 3 cm betonlaag eronder verlijmd. Nou, het voordeel van deze en deze, dus de 3 cm en de 4 cm, is dat je ze direct in het zand kan verwerken. Je hoeft hier niet een speciaal mortelbed onder te leggen. De 2 cm raden we dat wel aan. Deze kun je het beste in een drainagemortel leggen en dan verlijmen op de onderlaag. En 1 cm tegels, ja, die zijn eigenlijk alleen geschikt voor binnenvloeren of buiten als verlijming op een betonplaat. Een van die voordelen van keramische tegels is dat ze nauwelijks vocht opnemen. Als ik er water op gooi, zie je dat het er nauwelijks intrekt. Dat ga ik nu even laten zien. En daardoor zullen ze ook veel minder snel groen worden. Dus je ziet eigenlijk dat water direct op de tegel loopt, maar zo trekt niet in de tegel. Als ik datzelfde nu doe met een betontegel, zul je zien dat hij wat poreuzer is, wat meer vocht opneemt en daardoor zal hij ook eerder groen worden. Je ziet dat deze tegel wat poreuzer is. Het water trekt hier wat sneller in de tegel en deze tegel zal dan ook wat langer vochtig blijven. En alles wat lang vochtig blijft en in de schaduw ligt, zal uiteindelijk eerder groene aanslag krijgen. Nog een groot voordeel aan keramische tegels is dat ze kleurvast zijn. In tegenstelling tot de betontegel, die is gemaakt van zand, cement, grind en die is niet gebakken en zal er altijd eerder verkleuren en eerder dof worden dan een keramische tegel. Hier zien we weer een ander soort betontegel. Dit is een betontegel met een coatinglaag. Dit is een geprinte betontegel en daarna is er een coating op aangebracht. Die coating zorgt ervoor dat hij ook weer makkelijker schoon te maken is. Het vel trekt er minder snel in en hij zal ook veel minder snel verkleuren als een niet gecoated betontegel. Als ik hier wat water overheen giet, dan zie je eigenlijk dat het water, net zoals bij de keramische tegel, op de tegel blijft liggen en dat ik het er zo af kan vegen. Deze zal dus ook veel minder snel groen uitslaan. Dus, ben jij nou op zoek naar tegels voor je tuin? Ga dan naar gadero.nl of kom langs op ons showterrein in Breukelen.